Vijf jaar geleden viel er een bom op zijn school in Syrië. Sindsdien is hij niet meer naar school geweest. Ah, dat is gezellig. Nee, ik had graag langer gebleven. Ja, het is mooi, heel mooi werk wat er gebeurt. Goedemorgen, maandagochtend. Normaal gesproken heb ik rond dit tijdstip net mijn kinderen naar school gebracht. Maar nu sta ik op Schiphol en vlieg ik vandaag via Parijs naar Amman, oftewel Jordanië, voor UNICEF. En daar ga ik ook naar school. Ander soort school. We gaan in een enorm vluchtelingenkamp in Jordanië kijken hoe het er daar aan toe gaat op school. Deze twee, juf en meester, die gaan met mij mee. Hebben jullie ja, zin in? Heel veel zin in. Super spannend en heel erg leuk. Het gaat meteen vloeiend Arabisch. Komt helemaal goed. Ja, salam alaikum. Ik reis regelmatig voor UNICEF, maar in dit programma maak ik een wel heel bijzondere reis. Juf Karis en meester Michael vinden onderwijs het belangrijkste wat er is. En voor één keer helpen zij UNICEF om ervoor te zorgen dat kinderen naar school kunnen in een vluchtelingenkamp. Daarom laten ze voor heel even hun eigen klas in Nederland achter. Nou, onderwijs is heel belangrijk. Het is de basis van hoe je je straks mengt in een samenleving. Michael weet al wat hij als meester de kinderen in Jordanië wil meegeven. Leren moet vooral leuk zijn. Net als dat kinderen pas gaan leren als ze zich veilig en op hun gemak voelen. Als ik dat zou kunnen meegeven, dan is voor dat onderdeel mijn missie geslaagd. Voor zijn vertrek maakt Michael nog een klassenfoto. Heel goed. En bij juf Karis in Rotterdam-Zuid doen ze dat ook. Die foto's gaan mee in de koffer. Het is maar wat gezellig bij juf Karis in de klas. Hartstikke goed, supersnel. De volgende. Als ik nu dan denk aan Jordanië, ik hoop dat ik ze in ieder geval even plezier kan bieden. Plezier in leren. Want die hebben zo'n andere basis dan de kinderen in mijn klas. Ga je me missen, Berat? Ja, oh, gelukkig. Dat kinderen naar school kunnen, dat is voor alle kinderen op de hele wereld belangrijk. Zij zijn onze toekomst. Als we de volgende ochtend in Jordanië zijn geland, is het nog een flinke rit naar het vluchtelingenkamp. We hebben het de hele reis over de kinderen die we gaan ontmoeten. Sommigen zijn jaren niet naar school geweest. Wat maakt school volgens jullie zo belangrijk? Dat hier meer ook de sociale vaardigheden en de veiligheid en gewoon een plek hebben om met elkaar te zijn en te spelen en van daaruit te leren. Maar hier gaat het ook toch nog wel even wel om die basale dingen van rekenen en taal. Want als je dat niet hebt, dan word je natuurlijk ook altijd afhankelijk. Ja. Gewoon basale kennis moet er in een mens zijn om jezelf te kunnen redden. Anders ben je je hele leven lang afhankelijk van hoe laat de bus gaat. Dan word je in de maling genomen op de markt met afrekenen. We naderen het kamp. De gezinnen hier zijn gevlucht voor de oorlog in hun eigen land, Syrië. De kinderen hebben oorlog en geweld van heel dichtbij meegemaakt en dingen gezien die geen kind zou mogen zien. Die kinderen leren Karis en Michael straks kennen. Ik voorstel dat mensen hier gewoon echt al jaren zitten. Die dachten, we gaan hier een paar weken naartoe. Ja. Want dan zal het wel weer rustig zijn. Die zitten hier gewoon al jaren. Ja. Gewoon al 5 jaar. Ja. Het is echt niet normaal hoe groot het is. Heel groot. Het vluchtelingenkamp is immens groot. Er wonen 80.000 mensen. En overal waar je kijkt, zie je containers. Daar wonen mensen in. Al 5 jaar. Er zijn nu 80.000 mensen hier. Ja, en weet je hoeveel kinderen dat zijn? De helft. De helft daarvan is kind. Ja. Ja. Kun je je iets voorstellen bij een school hier? Nou, ik denk wel dat dat voor kinderen wel een hele fijne, vrolijke plek moet zijn. Waar je ook fijn kan spelen. Kun je er iets bij voorstellen dat je als kind alles moet achterlaten wat vertrouwd is, omdat je met je ouders op de vlucht slaat? Je huis, je school, je klasgenootjes. Kinderen in vluchtelingenkampen moeten naar school. Dat is niet alleen belangrijk voor hun sociale ontwikkeling, maar met onderwijs veranderen ze hun eigen toekomst. Helaas gaan er nog steeds duizenden kinderen op de vlucht niet naar school. Zij zitten thuis en hebben geen hoop op een goede toekomst. Daarom komen we nu in actie. Nou, er is één ding wat altijd standaard een glimlach op mijn gezicht tovert als ik op reis ben voor UNICEF. En dat zijn deze blauwe schooltassen. Wat UNICEF met deze
Tassen wil bereiken, is dat er gewoon onderwijs voor ieder kind beschikbaar is. En dat betekent schoolgebouwtjes neerzetten, de mensen die lesgeven opleiden. En uiteindelijk dan die kinderen met deze schooltassen op hun rug naar die school toesturen. En dat is ook een beetje waar ik jullie hulp bij nodig heb. Ik ga jullie er ook allebei een geven. Dankjewel. Dit is voor een van de kinderen die jullie naar school gaan brengen. En dit is het gezin voor jou, Karis. Jij bezoekt, ja mama, ze is 12. School is haar lust en haar leven. Maar 2 jaar geleden kon ze nog amper lezen en schrijven. Ze stopte met school. Maar nu kan ze gelukkig weer verder met leren. Spannend? Nee, ze is voor jou eigenlijk. Michael, jij bezoekt Mohamed. 5 jaar geleden viel er een bom op zijn school in Syrië. Sindsdien is hij niet meer naar school geweest. Kinderen als Mohamed zijn er veel in het kamp. Kinderen met een trauma. En ook die kinderen moeten naar school. Ja. Dus we gaan in actie komen, jongens. Ja, mooi. Gaan we doen. Top dat jullie mij helpen. Dank je wel. Dank je wel. Precies op tijd. Daar heeft hij even op gewacht. Karis gaat op weg naar Yamama. En Michael gaat naar Mohamed, die door een oorlogstrauma zijn hele basisschool heeft gemist. Hij woont, zoals iedereen hier, met zijn hele familie in een container. Zijn ouders proberen er het beste van te maken. Michael. Mohamed. How long do you live here? 5 years. Okay. What do you miss most about school? Okay. So read a book. Yeah. Okay. So if you're not going to school, what do you do all day? Do you have any pets? Hana. احكي له عنهم. بس اعطنا ناكل بيجي ناكلن هون ويطلعن على الهواء. بصير نطيرن بس اقول انت تعي بيجي لهون بصير يحدن. يطلع لهون يطلع على جري عيدي. Can you tell something about your school in Syria? أنا قاعد بالصف جوا مع رفقاتي إجت بنص المدرسة القذيفة صرنا نصيح صرنا نزعق كان طلعت لنا الأنسة من الباب الثاني ثلينا لعند أبوي وأمي وجينا لهم. So a bomb fell at your school. You must be scared, man. Ja, het raakt je wel. Je kan het zien op het nieuws, je kan er heel rationeel over nadenken. Maar als je dan, nu Mohamed zijn verhaal hoort doen, ja, dat komt wel binnen. And then you fled to Jordan. انه يعني حط بباله انه كل المدارس هيك وين ما يروح بده يصير شيء. طولت معه لحد ما جينا لهون، يعني حتى لما جينا هون يسمعوا الطيران يخاف. روح على المدرسه لا طياره تضرب. يعني شوي 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 وعيته مش الحال. Now it is safe. Now you can go back to school. So are you excited about that? اي احكي له. اوكي. مكيف سنة صغيرة على فاك طول. وراح المدرسة مع أولاد خالي. Why do you think it's so important for children to go to school? عشان بس أخلص أكتب وأقرا بصير أول وثاني وثالث ورابع وخامس. بس أنجح بس أصير كبير بصير اللي بدي إياه بسوي. يا هبت هم شغشك gegeven vandaag. Hoe was dat? Hoe voelde je? Ja, dat was leuk. I have this very pretty blue bag. What is it? To make draws. Okay, what do you think you can learn with this? Ik heb nog even een stuk geschreven. Dat gaf hij aan dat hij dat toch wel het graagste weer wilde leren eigenlijk. En hij heeft me vast geholpen
om een les te geven. Met de cijfers. Wahad. Nien. Tala. Wahad. Nien. Nien. Tala. Talet. Wahin. Net. Talet. Oké. Stel nou, hè, stel jij zou Mohamed in je klas krijgen. Waar zou je je op richten bij deze jongen? Plezier. Ja. Die jongen moet echt weer eerst het plezier terugvinden. En vanuit het plezier komt bij hem de focus weer voor zijn school eigenlijk. Voor de ontwikkeling. Kan je voorstellen dat je straks gewoon voor een klas staat waar allemaal kinderen zoals Mohamed zitten? Ik zou het heel moeilijk vinden. Ja. Dat ga je toch meemaken straks? Ja, ja, ja. Dus, dan, als je daar met hem zit en hij vertelt dat, dan besef je zijn verhaal. Maar morgen zitten er misschien 30, 40 kinderen in die klas. En er zijn dus 30, 40 verschillende verhalen. Maar allemaal even erg en ze zijn allemaal gevlucht. Dus ik denk wel dat heftig wordt, ja. Na hulp van UNICEF en bemoedigende woorden van zijn moeder durft Mohamed nu eindelijk weer naar school. Hello. Vandaag gaat hij voor het eerst met Michael. Karis is onderweg naar haar mama. Ze is 12 en nadat ze met haar familie naar Jordanië was gevlucht, liep ze enorm achter op school. Ze miste 2 jaar van de basisschool. Mede dankzij UNICEF kreeg ze bijles en gaat ze vandaag voor het eerst naar school. Tijd dus om een schooltas te brengen. En dan kom je zeg maar in zo'n huisje. Ja, ons schuurtje. Mijn schuurtje thuis, zeg maar. En dan woont daar gewoon een gezin met een vader en een moeder. En ja, mama met nog 5 kinderen. Er liggen 2 matrassen. Do you like go to school? Yes. And with things you like most? Girlfriends, language, mathematics. Do you have a dream? What do you really like to become? A lawyer. Well, that's nice. And when you are a lawyer, what are you going to do as a lawyer? ندافع عن الناس المظلومة. It's a really, really nice, beautiful dream. You have to go for it. Ik denk dat het zeker voor zo'n meisje als je mama dus heel belangrijk is dat ze naar school gaat. Ja, dat is het ook. Gewoon dat ze zeg maar wel gewoon weer die drive en dat zelfvertrouwen. But I have this for you. It's a real school bag. A lot of notebooks. A lot of knowledge. All this in your head. Ja? Yeah? Ze was ook onwijs blij met die rugzak. Dat was wel leuk. Denk ja, als er nou zeg maar zo'n ja mama met een tientje naar school kan, dan zou het toch echt dat hele feetje kopen allemaal zo'n rugzak en dan kan iedereen. Of dat het nou is om bij te spijkeren of van kleuter jongs af aan. Maar koop gewoon zo'n rugzakje, lijkt mij dan toch. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ook als je noodgedwongen met je ouders in een vluchtelingenkamp verblijft. UNICEF helpt deze kinderen. Onder andere door ze een goed gevulde schooltas te geven. Die schooltas is 10 euro. En met die donatie help je een kind naar school. Ga naar unicef.nl en help een kind naar school. Of 2. Wordt het straks op de school in het vluchtelingenkamp met Karis net zo gezellig als op haar eigen school in Rotterdam? I have a big, huge problem. I can't count in Arabic. En Michael, hoe gaat hij om met het trauma van Mohamed in een klas vol stuiterballen? En zelf heb ik ook een missie. Dua en Majid zijn 9 en 11 en gaan op dit moment niet naar school. Maar daar gaat heel snel verandering in komen. Ik ga bij ze langs en ik ga ze deze tas geven. Doneer nu een schooltas voor 10 euro en help een kind naar school. Doneer nu een schooltas voor 10 euro en help een kind naar school. Welkom terug bij Juf in Actie. Ik ben in Jordanië met meester Michael en juf Karis. We zijn in een vluchtelingenkamp en Michael en Karis gaan daar straks lesgeven. Gaat ze dat lukken? Ze hebben ieder kennis gemaakt met een kind dat als gevolg van de oorlog in Syrië jaren niet naar school is geweest.
De kinderen hebben naast begeleiding nu een goed gevulde schooltas van UNICEF gekregen. Ze kunnen hun zorgen nu even vergeten en zich richten op hun toekomst. Dat geldt voor je mama en zeker voor Mohammed. Wat hij vertelde was dat hij dus dat hij in de klas zat. En dat er buiten op het schoolplein een bom viel en ontplofte. En nou ja, wat je ziet als je met hem praat, is dat hij die angst eigenlijk al 5 jaar lang meeneemt. En vandaag gaat Mohammed dan eindelijk weer naar school. Met meester Michael. Hij durft weer, voor het eerst sinds 5 jaar. Hallo. My name is Michael. So this is my class. In my class, I always do these games and they help you to concentrate better. So Hamid will help me. Michael doet een spel waarbij je om en om moet tellen. En dat is moeilijker dan je denkt. Het helpt de jongens om zich uiteindelijk beter op de les te kunnen focussen. Wat natuurlijk heel belangrijk is voor kinderen die zoveel hebben meegemaakt als zij. Chaos. Ja? Nee, het was echt heel leuk om te doen. Ja, echt wel. Maar je merkt, het is gewoon, het is onwijs druk. Jongens ook, hè? Het is een klas vol jongens. Ja, dus actief, maar wel, ja, ze zitten met een stuk of 40 daar in de klas. Ja. En ja, dan, het is veel energie. Nou, Michael, maak je borst maar nat, want je les is nog lang niet klaar. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ook als je noodgedwongen met je ouders in een vluchtelingenkamp verblijft. UNICEF helpt deze kinderen. Onder andere door een goed gevulde schooltas. Deze schooltas kost 10 euro. En met die donatie help je een kind naar school. Ga naar unicef.nl en help een kind naar school. Inmiddels maakt Karis zich op voor de les die zij eindelijk gaat geven. Ze heeft haar mama opgehaald van huis. Dankzij haar gloednieuwe rugtas vol met schoolspullen kan je mama nu weer helemaal meedoen met de andere meiden van haar leeftijd. All in lines. Ze staan allemaal in de rij heel netjes. Het was echt super tof. Waarom vond je het zo leuk? Ja, dat is gewoon de sfeer en hoe die meiden daar in die klas zaten. Gewoon de sfeer in dat hele schooltje. Je merkt gewoon dat het er stroomt. Ze werken echt heel hard om goed onderwijs neer te zetten. Dat vond ik echt goed om te zien. Oké, good morning. Nou, this is my class. Checking to love her. Okay. With these 4 digits, you can make the digits 24. Ze beginnen met een lastig rekenspelletje. Je zou bijna vergeten dat deze meiden al heel veel hebben meegemaakt in hun jonge leven. En dat ze alles achter hebben moeten laten vanwege de oorlog in hun eigen land. 8 minus 4. Ze hebben natuurlijk wel het een en ander meegemaakt. Wat tegelijkertijd in zo'n klas ook weer niet zo heel erg opvalt hoor, in die tijd dat ik er was. En dat is juist goed ook, want dat betekent dus dat ze het fijn hebben op school en dat ze dus even de handel van thuis kunnen vergeten. Ze wilden ook echt heel graag leren. Het wordt hier al net zo gezellig als bij Karis op school in Rotterdam. En daarom maken ze hier een klassenfoto voor thuis. Ik had graag langer gebleven. Ja, het is mooi, heel mooi werk wat er gebeurt. Als jij nou iemand hebt uitleggen hoe belangrijk dit is, wat zou je dan zeggen? Dat het echt ongelooflijk zinvol is om geld te doneren. Want het wordt echt door hele fijne, goede, liefdevolle mensen hier besteed. Om kinderen zeg maar, een herstart te geven, een nieuwe kans te geven. Om verder te ontwikkelen waar ze gestopt zijn. Het is echt iedere euro waard. En deze rugtas, daar draait het allemaal om. Want met deze schooltas kunnen kinderen een eerste stap zetten naar een andere toekomst. Een goed gevulde schooltas kost 10 euro. En daar help je een kind mee naar school. Het vluchtelingenkamp bestaat nu 5 jaar. Veel ouders dachten dat ze er maar kort zouden blijven en dat hun kinderen in hun eigen dorp naar school zouden kunnen. Maar terugkeren naar Syrië is nog steeds geen optie. Voor veel ouders is nu dan ook het moment gekomen om hun kinderen in het kamp naar school te laten gaan. En ik mag daar vandaag een handje bij helpen. Dua en Majid zijn 9 en 11 en gaan op dit moment niet naar school. Maar daar gaat heel snel verandering in komen. Ik ga bij ze langs en ik ga ze deze tas geven. For both of you, I have your own school bag. This one's for you, Dua. This one's for you, Majid. Oh, ja.
Havelot. Schriftjes. Pencil. Kijk alom. You know what this is? Yes. Kurassen. Kurassen? Kurassen. Kurassen Cambria. Dat was het. Is it exciting? Ja, yeah, I can imagine. Dit is het omslagpunt in het leven van deze kinderen. Morning. Majid en Doua zijn als kleuter in dit vluchtelingenkamp gekomen en kunnen nu voor het eerst naar school. Hier start hun toekomst. Het blijft een beetje spannend voor Majid en Doua, maar hun nieuwe juf stelt ze meteen op hun gemak. 70. So how does it look to see your son and daughter in a school class? مبسوط كثير كثير لاني شفت اولادي عم بدرسوا وقدمت الدعم لهم ونشكركم كثير كثير ومبسوط جدا الحمد لله فرحان كثير. And have fun in school. It's also important to have fun in school. UNICEF helpt kinderen naar school door bijvoorbeeld scholen te bouwen, maar ook door leerkrachten te trainen. En natuurlijk door ze een goed gevulde schooltas te geven. Doneer nu een schooltas ter waarde van 10 euro en help een kind naar school. In de klas van Mohammed is Michael nog bezig met zijn les. Ze doen nu een balspel en dat is ook weer zo'n concentratieoefening. Het duurde wel even voordat ze door hadden. Ja. Maar je zag al wel dat bij een paar ging het in het begin gewoon niet. Ja. En toen uiteindelijk ging het beter en beter. Nou, en dat is natuurlijk wel waar het uiteindelijk om gaat. Je kan je er denk ik ook weer iets voor voorstellen wat er gebeurt als deze jongens zeg maar niet naar school gaan. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat, dan zijn het allemaal kleine boekjes, denk ik. Maar nou ja, het is wel gewoon heel belangrijk dat ze hier dus naar school kunnen. Hier zie je toch nog een beetje ja, een soort hoop, hè, plezier, maar toch bezig zijn, gericht op de toekomst. Ja, zij moeten het land misschien straks weer op gaan bouwen. Ja, precies. Dus het is goed dat ze daarmee bezig zijn. Ja, en dit is natuurlijk wat je wil zien, hè? Kinderen die vandaag naar school zijn geweest. En doordat ze vandaag naar school zijn gegaan, ziet hun toekomst er heel anders uit dan de kinderen die dat niet kunnen nu. En daarom is het zo belangrijk dat kinderen onderwijs krijgen. Maar er zijn nog steeds duizenden kinderen die nog niet naar school gaan. En daarvoor moeten we met elkaar in actie komen. Want alle kinderen verdienen een kans op een goede toekomst. En dit is waar het allemaal om gaat. Een goed gevulde schooltas voor 10 euro. En met een donatie van dat tientje help jij een kind naar school. Doneer nu een schooltas voor 10 euro en help een kind naar school. En dit is waar het allemaal om gaat. Een goed gevulde schooltas voor 10 euro. En met een donatie van dat tientje help jij een kind naar school. Doneer nu een schooltas voor 10 euro en help een kind naar school.